Als we het toch over die economische groei hebben, er is heel veel te doen geweest over de sluis bij IJmuiden. Ja. Amsterdam wil die niet in 2029 vernieuwd hebben, maar 10 jaar eerder. En daar gaan ze 130 miljoen voor betalen. Nu zegt uw collega in de Tweede Kamer, Atje Kuijken van de PvdA, zegt van, ja, maar moet dat nou eigenlijk wel? En zit je dan niet een soort concurrentie met Rotterdam aan te gaan? Hè? Want Rotterdam heeft die mogelijkheden al. Heeft zij u gebeld? Of heeft zij de fractie gebeld in Amsterdam? Want het was ook een beetje een Amsterdams PvdA-plan. Nee, zij heeft, naar mijn of ze heeft de fractiewoordvoerder gebeld, Ger. Maar voor zover ik weet, heb ik in ieder geval geen contact met haar gehad. Ik ken haar als een kritisch volksvertegenwoordiger, wat op deze wijze invulling probeert te geven aan haar controlerende functie. Ten eerste wil ik wel zeggen dat, en dat is belangrijk, aangezien wij in deze stad de Noord-Zuidlijn debakel hebben gehad en daar wijze lessen hebben uit moeten trekken, hetgeen je zelf ook goed weet, die 130 miljoen is het gemaximeerde bedrag. Er kan geen euro meer. De bedoeling is dat Amsterdam een bijdrage doet van ongeveer 95 miljoen. En als het kritiek is van, ja, waarom moet dat überhaupt in deze tijden? De afgelopen 10 jaar heeft de Amsterdamse haven een verdubbeling van haar omslag, van haar economische activiteit gemaakt. Maar geen containers, en daar zijn die boten juist voor. Wel degelijk ook containers. De containerterminal is toch een beetje mislukt? Ja, maar Amsterdam heeft een diverse haven. Hè? Zo hebben wij bijvoorbeeld wij concurreren niet met Rotterdam, dat moet je ook niet willen. Dat kunnen we overigens ook niet. Wij kunnen niet die supergrote tankers in Amsterdam binnen laten varen. Voor de handel met het Verre Oosten. Dat kan helemaal niet, willen ook niet. Maar wij zijn wel aanvullend op Rotterdam. Er komen heel veel goederen vanuit Rotterdam naar Amsterdam, omdat wij zulke goede achterlandverbindingen hebben. Hetzij over water, hetzij via de spoor. Afgezien daarvan heeft Amsterdam ook een autonome positie in de branche als het gaat om benzine- en cacaoopslag. Daar zijn we nummer 1 van Europa van. Ja. Maar als wij onze positie van de haven als 4e van Europa willen behouden, let op, 10.000 Amsterdammers die werken hier. Hè? Als wij willen zorgen dat die werkgelegenheid toeneemt in plaats dat die afneemt, dan moeten we nu ingrijpen. Want de capaciteit van wat deze sluis aan kan, die is over 1 of 2 jaar bereikt. En wat we inmiddels aan het 100 jaar oude sluis jaarlijks aan onderhoudskosten kwijt zijn, dat begint ook een beetje scheef te groeien. Dus voor een concurrerend, dat verdien je gewoon weer terug. Ja, en door eerder te investeren. Ja, wij hebben als stadsbestuur de plicht om de werkgelegenheid in de stad te behouden en uit te breiden. Zodat Amsterdammers gewoon aan het werk kunnen, hun eigen leven een invulling kunnen geven. Ja.